ook in Den Haag heel vaak pleidooien voor, kunnen we niet terug naar dat districtenstelsel van voor 1917? Want ja, dat was wel slagvaardiger. Ja, het was slagvaardiger, maar we hebben ook in de Verenigde Staten gezien waar het toe kan leiden. Het kan ook leiden tot radicale veranderingen. En radicale veranderingen die niet echt gedragen worden door breed in de samenleving. En ik leg de nadruk in mijn kleine boek, in dit e-book, op de kracht van het aangaan van verbindingen. De betekenis die het ook heeft om in een samenleving elkaar te respecteren. Om gezamenlijk lijnen voor de toekomst uit te zetten. Ik denk dat de problemen waar u op wijst met het vormen van een coalitie, dat die ermee te maken hebben dat er een dat er iets is gaan schuren tussen de manier waarop politieke debatten vaak worden gevoerd. We zien heel vaak dat die debatten dan worden gepresenteerd met ja-nee vragen. Met een tweestrijd tussen twee politici van wie dan één de winnaar moet worden. Dan wordt ook aan politici gevraagd door uw collega's nog alles. Belooft u dat u dit of dat zult doen als u aan het bewind komt? Maar in Nederland komt niemand in zijn eentje aan het bewind. Dus die hele vraag naar een belofte, die kun je wel stellen in het districtenstelsel. Bij de Britten is het zo dat in de meeste gevallen de partij die de meerderheid in voldoende districten behaalt, het ook in haar eentje kan uitmaken. Maar dat hebben wij niet. Ik denk dus dat er iets is gaan schuren tussen de manier waarop er vragen worden gesteld en beantwoord door politici, dat ze doen alsof één van hen de winnaar kan zijn, en de realiteit dat ze het samen moeten rooien. U prefereert dat coalitiestelsel? Jazeker. En ik denk dat we in Nederland ermee gezegend zijn dat we en door de manier waarop we elkaar in de samenleving bejegenen, dat is ook de betekenis van die veranderingen in het onderwijs zijn doorgevoerd en in de politiek, algemeen kiesrecht, geen beperkingen. Er zijn ook vragen, natuurlijk nu in onze samenleving, of er niet toch verborgen uitsluitingen zijn, of mensen gelijke toegang hebben tot het politieke bestel. Er zijn mensen, u had net het gesprek met twee van de nieuwe ministers. En een van hen wordt erop aangevallen dat zij ook een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft. Maar in een land waar, en dat is nog veel meer het geval dan in 1917. In 1917 waren er ook een heleboel mensen met een meervoudig staatsburgerschap, met name in de grensstreken. Maar in onze wereld zijn zoveel verbindingen, zijn zoveel mensen in een open situatie van leven en werken terechtgekomen. Maar de plaats waar we met elkaar moeten beslissen over wetgeving en beleid, die is Nederland. En daar moeten we dus voor iedereen die duurzaam deel uitmaakt van deze samenleving het recht en de plicht hebben om daaraan bij te dragen. U bent voor de mogelijkheid van zo'n dubbele nationaliteit, ook voor bewindslieden. Ja, daar kan eigenlijk geen twijfel over bestaan. Dat heeft de minister-president terecht ook gezegd. In artikel 3 van onze grondwet staat dat alle Nederlanders gelijkelijk in openbare ambten benoembaar zijn. En alle Nederlanders betekent dat je geen onderscheiden mag maken op basis van wat iemand meedraagt, eigenissen en dergelijke. Dus onze grondwet geeft er eigenlijk een duidelijk antwoord op. Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, pleitte tijdens de verkiezingscampagne en ook in een boek dat hij heeft geschreven voor een nieuwe pacificatie.